Daarnet komt iemand langs. Die geeft hem zeg maar zo'n bemoedigende tik op zijn billen. Zegt hij in het Spaans. Hé, hey, waarom raak je mijn reet aan? Je bent toch geen flikker of zo? Dat is een oudere vent. En die kon het wel waarderen, maar die gozer is zo brutaal, die rooster. Daarom hou ik zoveel van hem. Hij is nu aan het trainen, hij gaat nu trainen, dus we gaan zo even kijken. Wat ik wou zeggen, ik heb nu eventjes een interview in Bernabeu. Dan kom ik even richting huis. En dan zie ik u thuis. Rapper, ¿sabes? ¿El reportero? Muy grande. Holanda, muchísimo. ¿El mejor? Mejor, sí. Empezamos. Polo high in the sky. No, man. Es un pampa, ¿no? 90.000, man. Peruilo. 90.000 mensen. ¿Ya? Sí, sí, sí. En dus elke thuiswedstrijd uitverkocht. Elke wedstrijd zit hij vol. Elke wedstrijd zit hij vol. Klaar, hoor. Ja, hè. Plaatje. Ons voorbeeld, hè? Royce speelt bij een van de grootste clubs van de wereld. Of de grootste, Real Madrid. Opgericht 6 maart 1902. Zo even uit mijn hoofd. 31 keer zijn ze kampioen geworden. En ze zijn heel wat keer zijn ze ook eerste geworden in de Champions League. En noem maar op. Gewoon een geweldige club met een hele grote historie. Het is bijzonder. Het is bijzonder als je bij zo'n club mag voetballen natuurlijk. Hier Gravesen, Beckham, Ronaldo, Sergio. Zidane. Cisbo. De baas. De baas. Ikzelf. Ja, dankjewel. Zeker. En dat je dan als 20-jarige jongen, als je hier mag spelen, dat is echt ongelofelijk, man. Ja. Een teringschoffie van Rotterdam die hier even een balletje trapt in het Bernabeu stadion. Ik sta vaak aan dit lijntje of aan dat lijntje. Ik ben lijnvoetballer, je weet zelf. Op het moment dat je hier komt, de eerste keer was het wel even schrikken, maar als je aan het voetballen bent, hou je er niet echt mee bezig, omdat anders kan je niet concentreren op hetgene wat je moet doen, weet je. En daarom probeer je zo'n beetje te concentreren op hetgene wat je moet doen en ik denk dat je dan ook het meeste resultaat kan boeken. Royce is zeker, in ieder geval de mensen die ik ken, die hij kent, die is die niet vergeten, nooit niet. Hij is nog steeds hetzelfde gebleven. Hij is wel wat volwassener geworden. En dat is ook logisch, want hij wordt ook ouder. Ik was sowieso wel altijd iemand van met mensen om me heen, maatjes en zo, je weet toch? Ik was altijd wel op de straat te bekennen en altijd wel met mijn vrienden te bekennen.
Ja, weet toch. En ze kennen me zoals ze me kennen. En ik ben altijd zo geweest, zo van, zo is Roya, je accepteert het of je accepteert het niet, weet je. Het is natuurlijk, het is een groeiproces. Als je wat jonger bent, ben je wat impulsiever. En als je wat ouder bent en je hebt met dingen vaker te maken gekregen dan, of te maken gehad, dan ga je er anders mee om. Broer, van, ik had een bepaalde kring. Tony zat natuurlijk in een wat hogere zin, omdat hij wat ouder dan eigenlijk zeg maar, de jongens was waar ik ook mee omging. Maar we waren altijd met hem. En ja, die gasten die natuurlijk, jij missen hun, missen mij. Dus dan komen ze hier naartoe en dan blijven ze 2-3 weken en dan maak je er wat van natuurlijk. En laat ze voetbalwedstrijdjes komen kijken, gaan we gezellige dingen doen. Op het moment dat het kan, dan doe je gezellige dingen. Wanneer er serieus gewerkt moet worden, dan blijf je ook gewoon lekker thuis. En dan doen we, gezellig wat met z'n allen thuis. Oké. Okay. Dus zoals gisteren, lekker pro. Wanneer gaan we winnen? Afmaken die gozer. Hij doet tof, maar hij moet niet tof doen. Jezus! En fraude dingen dit jaar. Kijk, wat doet die keeper? Ik ben eerlijk, ik kan echt niet tegen mijn verlies. Dus dan begin ik meneer te vreten, begrijp je? Wat hebben we afgesproken vanmiddag? Je bent we zouden spelen en niet praten. We hebben gespeeld. Luister goed, niet, ik heb hem 7-1 gewonnen. Heb ik terecht gewonnen of niet? Maar dat maakt niet uit, daar heb ik het niet over. Maar als ik zulke goals als jou maak... Oké, maar heb ik terecht gewonnen of niet? Ik heb Eto'o, heb ik daar de hele achterhoede gespeeld. Oké, okay, flexie voor jou. Je bent boom. Oké, okay, ik weet dat ik boom ben. Je bent helemaal niet boom, je bent dik. En de eerste wedstrijd was concentratie hoog. En ik geef hem een jantje. Jantje. Ja, dus maar... hij moet rustig doen. Oké, en uiteindelijk in partijtjes. Nee, hij moet rustig. 6-4. Nee, maar... Je weet het al. Maakt niet uit. Ja. Het gaat om die eerste pot. Wat jantje. Ik heb jou ook 4-1 dit, die is dat die gegeven. Nee. Maar jantje. Nee. Hij doet tof, hè, die gozer. Ongelooflijk. Maar ik pak hem vanavond, man.